Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we dat in het Waddengebied bewolking voorkomt. Voor de rest is het behoorlijk zonnig. Maar in het zuiden en zuidoosten kan ook een enkele regen- of onweersbui overtrekken. Vanavond wordt het dan weer overal droog. Er zijn brede opklaringen. Overwege de avond is het rond een graad of 23. De komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 15 tot 11 graden. En er waait een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Morgen wordt de wind matig en zee vrij krachtig uit het noorden tot noordwesten. In de kustgebieden wordt het dan een graad of 23, verder landinwaarts tussen de 26 en 29 graden. En daarbij is het behoorlijk zonnig en blijft het droog. Dat geldt ook voor de vrijdag, dan 21 tot 28 graden bij een matige wind uit noordelijke richtingen. En ook op de zaterdag en zondag hebben we veel zonneschijn, zomerse temperaturen in het binnenland en niet al te veel wind. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.